Sinds kort is er buurtbemiddeling in Beverwijk. Waarom dit project? Het project bestaat in vele gemeentes in Nederland. Beverwijk had dit nog niet. En nou, het blijkt gewoon dat het een ontzettend waardevolle toevoeging is aan de maatschappij. Om te zorgen dat het woongenot van mensen, op het moment dat dat wordt aangetast door conflicten met de buren, dat die geholpen kunnen worden om dat weer te verbeteren. Hoe zit de organisatie in elkaar? Nou, het is een samenwerkingsproject tussen Stichting Welzijn Beverwijk, de wooncorporaties Prewonen en Woon op Maat en de gemeente. We zijn gestart in januari. Toen hebben we allemaal vrijwilligers gezocht die ook een speciale opleiding hebben gevolgd. Vandaag hebben ze daarvan de derde trainingsdag en het zijn in totaal 8 vrijwilligers. Welke buurten hebben jullie op het oog? Dit project is echt voor alle inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Is het nodig? Zeker nu in deze tijd van corona merken we dat mensen meer thuis zijn. Bij mooi weer ook meer buiten. Dat kan tot overlast leiden. Zeker ook in de tijd dat de scholen dicht waren. Veel kinderen thuis. Als mensen dan dicht op elkaar wonen, dan kunnen er daadwerkelijk irritaties ontstaan. Was het moeilijk om vrijwilligers te krijgen? Nee, het mooie was dat echt voor dit project zie je dat mensen echt geïnteresseerd zijn om hun bijdrage te leveren. Maar bij buurtbemiddeling zijn mensen ook echt wel geïnteresseerd met een achtergrond in de mediation. Om op deze manier ook hun steentje bij te dragen. De gedachte achter het project is dat mensen uit de gemeente iets doen voor andere mensen uit de gemeente. Wat vindt u van dit initiatief van de Stichting Welzijn Beverwijk? Ik vind het een prachtig initiatief. Als wethouder hoor je wel dat er af en toe problemen zijn in wijken, maar je weet nooit precies waar nou de crux zit. En het begint bij kleine dingen die mensen dwars zitten. En hoe eerder je erbij bent, hoe groter de mogelijkheid dat je grote escalatie voorkomt. En mensen uit de buurt die met elkaar in gesprek gaan, daar is de kans groter, denk ik, dat mensen respectvol en met begrip reageren. Dus ik vind het een heel mooi initiatief. En ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Waarom ben je vrijwilliger geworden bij buurtbemiddeling? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er hele kleine brandjes geblust worden die eigenlijk berust op een beetje miscommunicatie. En als ik die mag helpen oplossen, dan komen we in een mooiere wereld. En jullie krijgen een training. Hoe lang duurt die training? We hebben inmiddels een training gekregen en die heeft in totaal 3 dagen geduurd. En wat heb je daar geleerd? Om mensen op een juiste manier weer bij elkaar te brengen. Waarom ben je vrijwilliger geworden? Vanuit mijn werk behandel ik veel bezwaarschriften. Dat is hoorzitting, dat is veel juridisch. Daarna ben ik de mediation opleiding gaan doen en zo in contact gekomen met buurtbemiddeling. Je hebt die training gevolgd. Heeft dat wat toegevoegd aan wat je al wist? Ja, dit is wat meer toegespitst op echt probleem in de buurt. En het heeft zeker ook andere inzichten gebracht. Ben je er klaar voor om te beginnen? Ja, het is wel spannend natuurlijk, maar we moeten gewoon ervaring opdoen. Ik ben bij Prewonen consulent bewonerszaken en ik ben degene die de overlast, één-op-één overlast behandelt van mensen. Er is heel veel overlastmelding, maar overlast is een heel wijd begrip. Hè. Jullie zijn mede initiatiefnemer voor dit project. Hoe is dit zo tot stand gekomen? Het is tot stand gekomen dat de behoefte ernaar is in Beverwijk. Onze rol is dat wij als coöperatie hieraan meefinancieren. Maar ook onze rol is ook om door te verwijzen. Ik ben manager wonen bij Woon op Maat en wij ondersteunen dit initiatief. Prettig wonen vinden we heel erg belangrijk. En je buren kunnen het verschil maken tussen wel of niet prettig wonen. En daarom vinden we het erg fijn dat zo'n initiatief als buurtbemiddeling daar is. Om bij te springen op het moment dat buren er samen niet uit kunnen komen. En behalve een financiële bijdrage, wat doen jullie nog meer? Samenwerken tussen buurtbemiddeling en onze eigen mensen die zich bezighouden met zwaardere overlastgevallen. Ik ben blij dat buurtbemiddeling er is, zodat wij op een gegeven moment de wat lichtere zaken, zeg maar de zaken waarbij irritatie ontstaan om erger te voorkomen, buurtbemiddeling in kunnen zetten. Je hebt op een gegeven moment zwaardere zaken in de zin van echte overlast met dreiging, vandalisme, drugsgebruik, drankgebruik, waarbij de dingen echt escaleren, waarbij de corporatie moet optreden. En vaak gaat dat dan gepaard met juridische procedures. En juist om het uit het juridische aspect te houden, zou buurtbemiddeling daar een perfecte rol in kunnen en moeten spelen.
En wat denken jullie als voordeel hier uit te halen? Nou, het heeft geresulteerd ook bij andere gemeenten. Als ik kijk naar Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, is er een onderzoek gedaan dat toch 70% van de bemiddelaars goede effecten hebben bereikt. En ik verwacht dat in Beverwijk precies hetzelfde. Hoe zijn jullie tot deze organisatie gekomen? Van buurtbemiddeling? Nou, het speelt eigenlijk al een paar jaar. Er kwamen steeds meer vragen vanuit het maatschappelijk veld. Het zou fijn zijn als ook buurtbemiddeling in Beverwijk een plekje zou krijgen. Stichting Welzijn is natuurlijk een organisatie die gewend is om te werken met vrijwilligers. Is gewend om altijd in het preventieve stuk een rol te spelen. Dus in die zin was het ook logisch dat wij benaderd werden om dit project te gaan opzetten. Door wie zijn jullie benaderd in eerste instantie? De gemeente Beverwijk. Ook de woningbouwverenigingen hadden al een paar jaar aangegeven dat ze behoefte hadden aan het project buurtbemiddeling. En hoe wordt dat project vormgegeven? Er is een coördinator buurtbemiddeling. Er zijn een aantal vrijwilligers die worden getraind. De verwijzers, dat zijn de woningbouwverenigingen, maar ook het sociaal team. De vrijwilligers, hebben jullie daar genoeg van? Ik ben heel blij. We hebben op dit moment een team van 8 vrijwilligers. Hele bevlogen mensen. En het zou fijn zijn als er nog wat mensen bij komen. Dus bij deze ook een oproep. Als iemand dit ziet, meld zich aan als vrijwilliger. En wie kan er vrijwilliger worden? Iedereen mag wat mij betreft vrijwilliger worden. En het zou fijn zijn als je in Beverwijk woont, maar dat is niet verplicht. Wat doen jullie met klachten die jullie niet kunnen oplossen? Nou ja, dan is het lijntje met de woningbouwvereniging heel kort. De woningbouwverenigingen hebben zelf ook bemiddelaars. En die pakken eigenlijk de zwaardere zaken op. Hè. Wanneer gaan jullie precies starten? Nou, we zijn officieel al van start gegaan. Door corona konden we helaas dus niet met de bemiddelaars zelf bij de mensen thuiskomen. Maar dat gaat vanaf nu weer gebeuren.